Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij is afgelopen vrijdag gestart met de inspectie van de eerste groep van de Surinaamse kustvaartuigen, de zogenaamde SK-vaartuigen. De inspectie geschiet in het kader van de verlenging van vergunningen voor het jaar 2020. Het inspecteren van deze vaartuigen wordt gedaan bij de Ninne Aanmeersteiger aan de Anton Drachtenweg, meldt het Nationaal Informatieinstituut in een persbericht. De boten worden geïnspecteerd op de lengte, maaswijdte van de visnetten en als de naam van het registratienummer van de vaartuigen op de juiste wijze is aangebracht. Voor de SK-vergunninghouders geldt een maximale lengte van de boot van 28 meter en een maximum toegestane motorvermogen van 500 pk. Het is verboden zonder toestemming van het ministerie een opgegeven en geregistreerd vaartuig te vervangen. Aldus NII in een persbericht.